was eigenlijk te beginnen met een simpel verhaal. Maar dit zal mijn leven veranderen voor alle tijden. Dus het was een woensdag in 2015, wanneer ik en mijn opa, we gingen gewoon lopen naar McDonald's. Maar wanneer wij naar de weg keken, wij zagen zoveel zwerfafval, dat was overal gegooid. Hebben ze op de weg gegooid, hebben ze op de grasvelden, hebben ze overal. Maar dit is een tijd wanneer ik eigenlijk niet zo goed in Nederlands kunde tellen. Dus wij dachten dat het een goed idee zou zijn om het te gaan... om het gaan oprapen. Maar wanneer wij was de zwerfafval aan het oprapen, mijn opa, of hoe ik hem soms laat noemen, mijn abuelo, hij vertelde mij dat alles dat op de grond valt, gaat naar de oceaan. Misschien duurt het een dag, een week, een maand, of misschien een hele jaar, maar het gaat nog steeds naar de oceaan en in de plastic soep. En ik denk dat iedereen hier weet dat de plastic soep, dat is geen kippensoep. En het was in dat moment dat ik dacht hoe mijn initiatief Lily's Plastic Pickup zouden beginnen. En wat ik deed hierna, na deze pickup, is dat ik ging de plastic sorteren in groepjes. Dus blikjes gaan met blikjes en fles gaan met flessen, etc. En dan maak ik er foto's ervan en dan stuur ik die op social media, zodat mensen weten hoeveel plastic ik vind elke week. En het was in 2017, wanneer mijn initiatief ging echt gewoon exploderen, wanneer heel veel mensen wilden een interview met mij doen. Dus het was met de lokale krant en dan de nationale krant, maar dan heel vroeg in de ochtend ging Q Music een live interview met me doen. En het was ook in dit tijd wanneer ik de youth ambassadeur werd van de Plastic Pollution Coalition. En ze hebben mij iets geleerd dat ik zal nooit vergeten. En dat was de 4 R's. Recycle, renew, reuse. Maar een van de meest belangrijkste, refuse, weg voor plastic. Maar er is ook nu een 5 R en dat is refill. Dat is refill, dus dat betekent dat je moet nooit meer een plastic fles gebruiken. Maar waarom ik denk dat de 4 R is heel belangrijk, is omdat het is in de naam. Weg voor plastic. We gebruiken het alleen maar één keer. En plastic is ook linked met klimaatverandering. En om de plastic te maken, er is heel veel CO2-uitstoot in de lucht. En als je daarover denkt, dan denk je hoeveel spullen van CO2 is in de lucht gestoot voor alleen maar dat één plastic vorkje die wij bijna geen eens gebruiken. En ook iets wat ik denk dat iedereen op de planeet moet wel weten over plastic, is dat het gaat nooit weg. Omdat bijna elk stuk van plastic die nog steeds die is ooit gebruikt, bestaat nog steeds, maar niet in zijn originele vorm, maar eigenlijk in microplastic. Omdat wanneer iemand gaat misschien voor bijvoorbeeld een plastic fles gewoon weggooien en ze denken, oh, het is gewoon weggegooid, dus we moeten hier nooit over denken. Maar eigenlijk is er een veel grotere stap. Omdat plastic is gemaakt van fossiele olie. En dat is niet een natuurlijke materiaal. De aarde weet eigenlijk niet wat het hierover moet doen. Dus daarom blijft het en blijft het en blijft het. Tot het kan niet meer in zijn originele vorm blijven, omdat het zo oud is. Dus dan gaat het breken in kleine stukjes steeds in microplastic, of zelfs kleiner in nanoplastic, of zelfs kleiner in picaplastic, of zelfs kleiner, maar niemand weet hoe klein plastic kan worden. En wanneer deze stukjes van plastic gaan in de oceaan, dan worden dingetjes nog veel erger. Omdat dan gaan de plankton de microplastic opeten. En omdat plankton, die zijn bijna van de bodem van de circle of life in de oceaan. Dan gaat een kleinere vis de plankton opeten. En dan een grotere vis en een grotere vis tot wij dat plastic eigenlijk opeten. Dus dat betekent dat de plastic is in ons.
En wanneer een dier ziet plastic, geeft hun een illusie dat het eten is, dus daarom gaan ze het opeten. Maar wanneer ze het opeten, dan voelen ze vol, dus dan gaan ze nooit meer eten. En dat is wel heel zielig. En het is niet eigenlijk alleen maar vis die zijn affected door plastic. Sorry, ik wist niet de woord in Nederlands voor dat. Door plastic pollutie. Het is eigenlijk elk levende ding op aarde. Het is paarden, schapen, vogels, zelfs ons mensen. En zoveel andere dieren worden gedood bijna elke dag door dit stille killer. Die wij denken is iets dat helpt ons in ons dagelijks leven. En daarom wil ik jullie een tip geven wanneer je over plastic. Wanneer jij plastic ziet, een plastic rietje of een of het maakt niet uit welk plastic je ziet, alsjeblieft ruim het op. Omdat misschien denk jij er niet over, maar dat stuk plastic die jij opraapt, gaat dat misschien iemands leven redden. Dus alsjeblieft denk daarover wanneer je iets opruimt. Dankjewel. Oh, bedankt. Wat een prachtig verhaal, Lily. Je bent niet alleen een ontzettend fanatieke activiste, maar ook een geweldige verhalenverteller. Ik heb aan je lippen gezeten. Prachtig. We hebben nog wel tijd voor wat vragen. Er kwam eigenlijk gelijk bij mij al een vraag op aan jou. Okay. Want wij gaan zo straks in allemaal groepjes overal in het land gaan we plastic oprapen. Hè? Of zwerfafval, het mogen ook blikjes en andere troep zijn. Mm-hmm. Jij hebt heel veel in je eigen omgeving verzameld. Heb je voor ons nog een paar tips over het verzamelen? Ik denk als het is misschien heel... Omdat als het is heel moeilijk om daar naartoe te gaan. Dus als een blikje is over een hek gegooid en je kan er niet over. Ik denk dat, dat als dat is heel dicht bij je huis, je kan dat wel morgen doen. Omdat misschien is het heel gevaarlijk om dat stuk op te ruimen. Maar ook al het is misschien heel moeilijk om het op te ruimen. Ik weet om nooit daarover op te geven. En is misschien al wanneer jij plastic opraapt, is te zien hoe oud het is. Omdat mijn opa, hij doet dat bij elke pick-up. En de oudste ding dat wij hebben ooit gevonden was een chipjespakket. Die was van 1991. Maar je hoeft het niet te doen. Maar het is alleen maar een soort van iets dat je wel mag doen. Gewoon om te zien wat de oudste stuk van plastic dat een van jullie heeft gevonden. Oké, dankjewel. Alsjeblieft. Ik kan me zo voorstellen dat er ook anderen zijn die een vraag willen stellen. Het handigste is denk ik, we zijn met heel veel. Als je even dat in de chat meldt, dan kunnen wij in volgorde mensen even aan het woord laten. Vind het zelfs een goed idee. Zijn er vragen, mensen? We zetten de chat even open. Ik stel ondertussen gewoon even een tweede vraag, Lily. Want jij staat tegenwoordig... je wordt uitgenodigd voor allerlei evenementen ook, hè? Heb je zelf het gevoel dat er... We hebben ter voorbereiding op deze bijeenkomst ook The Story of Plastic gezien. Had jij die zelf ook gezien? De film? Ik denk het niet, maar ik denk in mijn vrije tijd, ik ga het zeker zien. Oké. Maar heb jij het idee dat er wat verandert in de wereld? Dat het bewustzijn over plastic aan het verbeteren is? Ik denk dat wel, omdat ik zie dat meer mensen zijn bamboe of metaal aan in plaats van plastic aan het gebruiken. En dat is heel goed. En dat meerdere studenten gebruiken weiniger wegwerpplastic. En je kan zeker zien dat meer mensen zitten eigenlijk soort van te veranderen hierover. Oké. Nou, ik heb inmiddels ook een paar vragen binnengekregen.
Anke, wil jij je vraag even stellen? Ja, oké. Okay. Sorry, ik moest even mijn mute opzoeken. Ja, geeft niet. Ja. Ja, Lily, ik was benieuwd. Je hebt zoveel dingen opgeraapt. Maar wat is nou het gekste wat jij hebt gevonden ooit? Oh, dit is een heel moeilijke vraag. Ik heb heel vaak stukjes van auto's of van fietsen gevonden. En dat was heel raar. En ik heb heel vaak slakken gezien bij blikjes. Meestal bij blikjes van bier die ik zit op te rapen. Maar ik weet niet waarom, omdat ik had dat heel vaak gezien. Ik weet eigenlijk niet waarom. Maar ik denk ik heb... Ik denk de raarste ding was stukjes van auto's of van motors die niemand dacht eigenlijk bestaat. Omdat soms, wanneer ik en mijn opa zijn iets op te rapen, we zagen gewoon een berg van iets van metaal. En wij dachten, wat is het? Nee. Net zoals dat het was iets van een UFO of zoiets. Ja. Dankjewel. Okay. Alsjeblieft. En de volgende vraag is van Manu. Manu, kom er maar even in. Hoi Lily. Nou Hans, zei het al van, je hebt een mooi verhaal. Het is inspirerend om naar te luisteren en je bent door veel journalisten benaderd en zo. Heb jij eigenlijk zelf een krant of een televisieprogramma of een podium waar je graag nog een keer in zou kunnen komen? Dat je denkt, vandaar wil ik mijn verhaal wel doen. Ik denk dat ik wil zeker weer in de toekomst naar sommige van de... plekken die ik ben geweest in 2019, die ik ben geweest. Ik wil zeker volgend jaar, of zelfs deze jaar, wanneer COVID-19 is weggegaan, ik wil zeker naar andere plekken gaan werken voor laatste jaar voor om speeches te doen, omdat het was zo inspirerend om daar te gaan. Maar ik denk dat de nummer 1 plek waar ik zou echt willen spreken is weer bij de UN World Oceans Day voor volgend jaar. Daar wil ik zo graag nog een keer spreken. Gaaf plan. Ja. En waarom wil je dat nog een keer, Lily? Omdat dan kan ik nog een keer horen hoe inspirerend iedereen anders verhaal was en wat ze zouden doen om de oceaan te beschermen. Oké, okay, mooi. Ik zie een vraag van Imke en Hans. Kom er maar even in. Hi Lily. Hoi. Oké, okay, ik ga hem even... Dit gaat niet goed. Ik ga hem gewoon even voor jullie stellen. Dan kan Lily beantwoorden. Want ze hebben de vraag ook in de chat gezet. De vraag aan jou is, Lily, of jij ook, of er ook circulaire ondernemers zijn aan wie jij jouw plastic kwijt kan. Dus kan jij het aan iemand overdragen die er dan weer iets mee doet? Of doe je het bij het plastic afval? Ik doe meestal bij recyclingplekken, maar wanneer ik, omdat elk jaar, maar misschien kan ik niet deze jaar, elk jaar ga ik en mijn familie naar Curaçao. En er is een soort programma daar, of een soort workshop daar, waar ze, maar ik ben helaas de naam vergeten, maar als je microplastic of groot stukjes van plastic aan ze geeft, dan kunnen ze dat in soort standbeelden maken of in vormpjes maken. En het is heel mooi om te zien. En ik heb wel een die is gemaakt van gesmolten microplastic. En ze maken heel goede standbeelden van microplastic. Het is heel goed. Ja, en in Zeist gaan we dat ook doen, hè? Er is een project in Zeist, dat heet Precious Plastic. Precious Plastic. Ja, ja. Dus dan kan je straks je plastic bij hen inleveren. Dat zou heel leuk zijn natuurlijk. Ja. En Doortje heeft ook nog een vraag. Doortje. Ik nam net een slok thee. Ik vind de vraag van Team Amersfoort eigenlijk leuker dan mijn vraag. Mag ik die voorlezen? Ja, okay. Tuurlijk. Dat is, hoe inspireer... Die bedoelde ik eigenlijk, maar ik kwam niet op de goede formulering. En zij zijn met z'n vieren, dus ja.
Hoe inspireer jij je leeftijdsgenoten om ook met afval en plasticvermindering bezig te zijn? Want nu zit je met allemaal oude mensen, maar... Nou, hoe ik hen vertel om, plastic minder te gebruiken, is hoe goed het is of de grote verandering om te zien als ze plastic gebruiken en als ze niet plastic gebruiken. En als ze het wel gaan recyclen en als ze het niet gaan recyclen. Om de soort van de facts te vertellen en wat ze kunnen doen in plaats van plastic gebruiken. En ook gewoon dingetjes die je kunt in dagelijks leven doen in plaats van plastic gebruiken. Mooi. Dankjewel. Mooi antwoord. Goed. Dankjewel. Misschien is het leuk als Wouter dat nog even aanvult ook, want die had geen vraag, maar die had ook nog een aanvulling die hier heel goed op aansluit, volgens mij, Wouter. Even zoeken naar je microfoon. Ja. Zoiets? Wat ik zie bij mij op school, bij mijn dochtertje op school, dat is Wende en die is 8 jaar, is dat de school die is... Die maakt de kindjes heel bewust over plastic, de gevaren van plastic. Dus als mijn meisje naast mij op straat loopt en ze ziet plastic, dan raapt ze het onmiddellijk op. En als ze iemand ziet die plastic op straat gooit, dan zegt ze dat ook. Dus ik zie dat ten opzichte van vroeger echt kindertjes heel bewust worden gemaakt. Tenminste bij mij op school. Dus dat zal vast ook elders in Nederland ook zo zijn. Ja, ik lees bijvoorbeeld dat Floris ook een mooi project op de middelbare school heeft. Ook Precious Plastic. Floris, vertel eens wat over. Ja, dus voor degenen die het niet kennen, maar bij Precious Plastics kan je met hele simpele middelen eigenlijk plastic opsmelten en weer nieuwe producten maken. En bij mijn vrouw op school, middelbare school, hebben ze dus die extruder en persen gekocht om het afval te kunnen halen en er weer producten van te kunnen maken. Om er daadwerkelijk wat mee te doen. Het is heel simpel. En kan op een kleine plek kan dat al worden gedaan. Wow. Nou, leuk. Leuk. Laatste vraag aan jou, Lily. En dat sluit ook hier een beetje op aan. Maar geef jij zelf ook voorlichting op scholen aan andere kinderen? Ik doe heel veel, ik doe heel vaak speeches bij schools en ik doe ook soms powerpoints bij sommige van mijn klasgenoten. En ik vertel ze soms facts over plastic en over wat gebeurt als een vel op de grond gooit. Dus ik vertel hun soort van de facts erover. Oké. Heel goed. En de allerlaatste vraag dan nog van Jan van Beinem. Hij vraagt zich af van hoe doe je dat nou? Heb je eigenlijk altijd gewoon een plastic zak bij je, waar je het vel in kan doen als je gewoon rondloopt? Of? Heel vaak. Nou, meestal wanneer ik bij mijn opa loop, we hebben altijd gerecycled plastic zakken met ons, maar als we hebben geen zakken met ons, dan gaan we het nog steeds oprapen, omdat we kunnen het nooit uit ons hersenen halen, omdat wanneer wij dat random koffiecup op de straat zien, we kunnen er nooit weglopen. Het is net zoals een magneet. ja, heel goed. Hey, dankjewel. Oh, alsjeblieft. Ik vond het heel inspirerend. Ik heb er nog meer energie van gekregen om straks te gaan lopen met de anderen. En we gaan jou ook even nog vertellen wat we allemaal hebben opgehaald na afloop. Je hoeft vanavond niet terug te komen hoor in de uitzending. Maar ik ga jou gewoon nog even persoonlijk nog even vertellen wat we allemaal hebben opgehaald in ieder geval. Oké. Super bedankt. Alsjeblieft. En je mag gewoon even blijven luisteren nog. We gaan nu eerst even... Oh, zie je alle handjes klappen? Dankjewel iedereen. Ja, goed. Blijf gewoon nog even luisteren als je wil. Erika gaat het nu overnemen om even uit te leggen wat we gaan doen. Dus luister maar zolang je wil. Ja? Oké. Dankjewel. Oké, hi hi. Oké. Het is een beetje tijd voor het volgende programma onderdeel. Maar voordat we daar naartoe doorschieten, is er nog een ander iets, namelijk een bijzonder moment, er is vandaag iemand jarig.